Ik wil namens Nikeri praten over de mensen die zich goed gedragen in het verkeer. Want was het niet zo, kinderen, en jullie zijn de eregasten, was het niet zo dat 99% wil ik bijna zeggen. Ik heb geen naslagwerk verricht, maar we kunnen zeggen met optimisme dat 99% van de verkeersdeelnemers zich goed gedragen. En ik wil namens deze goede mensen in Suriname en in Nikeri in het bijzonder zeggen dat zij zo door moeten gaan. We moeten het leven met respect behandelen. En wij die zich goed gedragen in het verkeer behandelen het leven met respect. Wij houden ons aan de verkeersregels. Wij weten wanneer wij hoe moeten rijden. We weten dat er maximumsnelheden zijn. We weten dat er voetgangers zijn. We weten dat er ouderen zijn. We weten dat er achter elke bal een kind kan rennen. We weten dat er mensen moeten oversteken op zebrapaden. Dus wij gedragen ons goed in het verkeer. We weten dat er natuurwetten zijn. En we weten ook dat onze gedragingen in feite in principe overeenkomen met natuurwetten. Als we naar de schakelaar gaan hier en het indrukken, zal het licht hier uitgaan. Maar als we ons misdragen, dan zal het ook misgaan met ons leven en met het leven van andere mensen. Maar ik zeg nogmaals, wij die ons goed gedragen, het goede voorbeeld geven, die zullen wij altijd hoog ophouden. Onlangs heb ik een grote Surinamer, en ik wil hem niet bespreken horen zeggen, dat er niets, bijna niets is te doen aan misdaad in landen. En dat hij zei ook dat er niets te doen is, dat er niets eraan gedaan kan worden, dat er verkeersslachtoffers vallen. Mevrouw Miranda, maar ik zeg u, uw organisatie, u doet goed werk. Want wij weten dat wanneer wij het positieve uitdragen, wij weten dat wij wanneer we het goede uitdragen, wij weten dat wanneer wij zelfbeheersing uitdragen, wij weten dat wanneer wij liefde uitdragen, wij weten dat wanneer wij trouw uitdragen, ook in het verkeer, dat wij trouw zijn aan de regels, dat wij van dit land, van dit verkeer, van de mensen die aan het verkeer deelnemen, een goede zaak zullen maken. Memre, New Nikeri, 23 juli. Over 2 dagen, 25 juni, is het 1 jaar geleden dat we hiermee zijn gestart. Een jaar geleden waren we op het Onafhankelijkheidsplein en we hebben toen een hele mooie bijeenkomst gehad van mensen die het initiatief ondersteunen. Het was een zeer gevoelig moment en daarmee door de ondersteuning van mensen wisten we dat we ergens mee bezig waren dat heel erg goed ontvangen is in de gemeenschap. Goed, Mike, de eerste slide alsjeblieft. De achtergrond, het ontstaan. Het ontstaan van het Memory Project is door 2 initiatiefnemers, mezelf en mevrouw Natalie Heines. Zij houdt niet zo van de camera, dus ze laat mij alle werk doen wat praten betreft. Maar ze staat daar aan die kant. Zij en ik kwamen op vakantie en we zijn er tegengekomen langs de weg, omdat we zelf ook aan het rijden waren toen we op vakantie waren. Langs de weg kruisjes stonden overal waar iemand is komen te overlijden in het verkeer. En het heeft ons zo aangegrepen, dat was het jaar waarin in Suriname ook het aantal verkeersslachtoffers vrij hoog was. En we hebben toen gezegd, Suriname moet ook zo'n project krijgen. En toen hebben wij gezegd, we willen voor Suriname ons eigen symbool. Want we leven met zoveel verschillende mensen, sommigen zijn moslim, hindoe, christenen, Chinezen, Portugezen, met allerlei verschillende geloven, dat we het niet toepasselijk vonden om een kruis te plaatsen. En toen hebben we dus het logo ontworpen, dat een speciale betekenis heeft. Het doel van het project is eigenlijk om mensen te attenderen en aware te maken dat mensen doodgaan in het verkeer. En ik zei het al eerder, het moment waarop een Suriname het leven verlaat, dat wil zeggen dat we iemand die aan de ontwikkeling van dit land moet meewerken, verliezen. En dat wil zeggen dat de ontwikkeling van het land ook minder hard vooruit gaat.
Dus we willen gewoon mensenlevens sparen. We vinden het onnodig dat mensen doodgaan in het verkeer. Het mindere symbool heeft natuurlijk een betekenis. En die betekenis is vrij belangrijk voor ons. Het onderste gedeelte, als ik het even mag aanwijzen hier. Het onderste gedeelte hier, dat vertegenwoordigt de weg. Dus als het ware zou je de weg moeten zien aankomen. Dit punt hier is het moment dat het ongeluk plaatsvindt. Dat wil zeggen dat de wegen zich splitsen. Iemand blijft leven en iemand gaat dood. Dit is het moment van het ongeluk. De wegen splitsen zich. Het hoofd dat naar links kijkt, dat vertegenwoordigt de groep nabestaanden. De mensen die in het leven blijven, de mensen die kunnen terugkijken. Daarom kijkt het gezicht ook naar achteren. De mensen die kunnen terugkijken op het ongeluk en dat ook waarschijnlijk zullen herbeleven elke keer opnieuw. En het hoofd dat naar rechts kijkt, dat vertegenwoordigt de mensen die zijn komen te overlijden in het verkeer. De mensen die doodgegaan zijn door een verkeersongeluk. Zij verlaten ons en dan ze kijken ook weg van het centrum van het symbool. Dat is in het kort de betekenis van het symbool. En de reden waarom het zo belangrijk is dat we het symbool goed uitleggen, is omdat er een aantal mensen zijn die geprobeerd hebben dat ze het symbool eng vinden. Ze vinden het een beetje eng en ze vinden het een beetje, zeker 's avonds als je het ziet, er is een beetje angstaanjagend. En het is juist bedoeld om iets goed te bereiken, niet om je bang te maken. En daarom vind ik het wel belangrijk dat we vertellen wat het symbool betekent. Doet mij goed om te zien dat er in het district ook zulke initiatieven worden ontplooid. En dat men ook tijd en aandacht wil besteden aan sociale en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Wij weten allemaal dat het niet leuk is om iemand te verliezen. Maar het is nog erger om mee te maken dat een dierbare van jou zijn of haar leven laat in het verkeer. En wanneer je daar aankomt, als je op tijd kan zijn, dat je ziet vaak genoeg dat er een behoorlijke verminking soms plaatsvindt van het lichaam. Een hele pijnlijke zaak voor het slachtoffer natuurlijk ook, maar ook voor de familie en voor de dierbaren. Om jouw geliefde daar zo in zo'n situatie te zien. Er is heel veel gezegd door mevrouw Miranda. Er is heel veel aangedikt. En er is heel veel uitleg geweest. En we hebben dus de boodschap tot ons genomen. Laat mij u zeggen dus dat ik dit initiatief ondersteun als burgervader. En dat u me altijd, zo gauw ik de gelegenheid daartoe hebt, dat u mij altijd daar zult vinden als u me nodig hebt. Maar waar het om gaat, heel even is, dat we even daarbij stilstaan, waarom mogelijkerwijs deze dingen gebeuren. Het gaat erom dat men vaak, en ik hoop niet dat mensen mij kwalijk nemen, het is allemaal goed en positief bedoeld. Het gaat erom dat men vaak naar iets streeft. En wanneer men het krijgt, wanneer men het al heeft, dan komt het punt van omgaan met datgene wat je hebt gekregen. Om een concreet voorbeeld te stellen. Iedereen weet, wil wel eens een auto hebben. Vandaag de dag leven we in een situatie waar mijn vader een auto heeft, moeder heeft een kleinere. En dan heeft de zoon eentje, gepimpte, en dan heeft die dochter eentje. Dus onder een huis staan er 4-5 wagens. Dat brengt ook met zich mee dat er een hogere verkeersintensiteit is. Dat de wegen in principe van Suriname, ook in Nikeri hoor. Nikeri is echt niet meer Nikeri van 30 jaar terug. Ook hier hebben we te maken met filevorming, vooral hier op dit kruispunt. Dan heb je dus dat er een behoorlijke druk wordt gelegd op de aders van Suriname, verkeersaders. Dan komt er nog bij kijken dat iedereen plotseling haast heeft. Iedereen heeft haast. Iedereen wil snel ergens aankomen of sneller ergens aankomen. Terwijl het belangrijk is dat je aankomt waar je moet zijn.
Het ligt aan u om die berekening te maken om eerder te vertrekken. Mede in acht genomen het feit dat er zich misschien wat probleempjes kunnen voordoen, een bandenpech of noem maar op, dat je de tijd incalculeert en dat je dan je reis onderneemt naar de bestemming. Je komt wel op de bestemming aan, maar men heeft op een gegeven moment zoveel bezigheden dat men niet let op de tijd en dan heeft men een rush naar de plek waar men moet zijn. Het zij het werk, of een afspraak, of een meeting, of een familiebezoek, of een trip naar Paramaribo, of een trip naar Nikeri, of een trip naar Afubaka, maakt niet uit. Maar men heeft enorm veel haast.